On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hoi en welkom bij deze nieuwe 12 Days of Christmas. Ik ben weer met mama. En wat gaan we doen? We gaan een kerstboom bakken. Deze kerstboom gaan we bakken. Allemaal losse onderdeeltjes. En dan gaan we hem eerst bakken, af laten koelen en dan gaan we hem versieren. Dus... Ik ben heel benieuwd. Ik ook. En hoe kwamen we daarop? We waren naar IKEA en ik zag bij IKEA zag ik dit. Dat is kant-en-klaar koekjesdeeg. Dat is natuurlijk wel wat voor mij. Dus toen dacht ik, dan laten we koekjes gaan bakken en laten we er een video van maken. En toen kreeg mama deze en toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Want van wie kreeg je deze? Van mijn buurvrouw, van Annemarie. En Annemarie heeft een hele leuke blog, die heet My Happy Kitchen. Linkje onder in de beschrijving. Ga zeker bij haar even een kijkje nemen, want ze maakt echt de lekkerste dingen. En ze heeft gewoon een hele leuke blog. Dus dat gezegd hebbende, gaan wij beginnen. En waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met het deeg. Het deeg moet hierin. Oh, dan ga ik het even openmaken. Ik heb de schaar. Inderdaad. In de schaal. Ik schrijf vast even het bakpapiertje op de plaat. Ik bak in niet zo grote oven, die heb ik helaas niet. Ik heb er geen ruimte voor. Oeh! Dat had ik niet verwacht, dat zit in een bakje. Kijk! Oh, dat zit keurig ingepakt. Dat zit hierin. Ik ga even mijn handen wassen, misschien is dat even. Nu zijn mijn handen schoon en nu ga ik dit maar hierin doen, toch? Ja, en die ring af. Dan ga je de ring onder. Ja, ik heb de ringen afgedaan. Zo, deze is nu leeg. Nou, het is de bedoeling dat het één... Moet ik het doorkneden? Goed doorkneden, dat het een mooie... Dan doe ik het normaal op de aanrecht. Ik denk dat dit wel erg klein is. We kunnen dat even van de camera ook doen, op het plateau doen. Mag ik wel alles hebben. Zo, dit zou je al gewoon volgens mij zo opeten. Volgens mij is dat wel heel erg lekker. Ja, het is wel goed. Juist. Ik wou net zeggen, dan doe je nog veel te makkelijker als je het zo doet. Het is heel zacht. Ja, deeg. Dat is de bedoeling, hè? En het ruikt me toch een partijtje lekker. En die plakslaan. Hij moet vierkant zijn. Je kunt het meeste eruit halen. Maar hij mag ook rond maken. Vierkant? Nou ja, kijk. Hoe praktisch mogelijk, hè? Dit is het stokje voor de kerstboom af te zetten. Ja, er zaten een heleboel attributen bij, zag ik. Ja, wacht even, Wim. Er wordt een beetje bloem onder, anders gaat het er aankleden. Doe maar op. Het sneeuwt. Het sneeuwt. Let it snow, let it snow, let it snow. Erop ook? Nee, dat hoeft niet. Kijk, we moeten straks ook op een gegeven moment een dik stukje maken. Dat zal ik je even laten zien. Dan moet deze uit. Zie je? Dus die moet je... Nou, hoort maar gelijk, toch? Er moet een stukje zijn om ertussen te zetten. Ja, die gaat zeker niet schuiven. Die is loodzwaar. Nou, meestal hoeft er op zo'n kou, want het blijft namelijk altijd koud. Die plank. Oh, maar nou... Plakt hij wel aan de. Ja. Je moet. Je moet niet in de weer rollen, Bianca. Wacht dat ik het even. Zo? Doen. Ja. En dan draai je hem om. Normaal draai je een deeg om, maar dat zit nou vast. Dus... En dat plakt. Het breekt ook best snel. Ja, het breekt heel snel. Poging 3. Uit beeld. Nou ja, ze weten heel dat ik het ben. Ja, dat is wel waar, ja. Oh nee, niet heen en weer. En één kant. Eén kant rollen. Juist. En rustig rollen. Nou naar de andere kant. Ho,
alsjeblieft. En dan schuiven. Oh, maar hij moet niet te dun worden, hij moet 2 tot 3 mm, anders breekt het. Ja, ik denk dat hij zo goed is, Bianca. En dan gaan we, we hebben nu dus hier een plak en dan gaan we uitsteken. Beginnen we maar bij de grootste, zo volledig mogelijk. Dat is dus, ja, doe maar iets naar binnen, want de kant is een beetje erg dun. Zo dan. Ja, dat kunnen we toch weer hergebruiken. En dan deze. Beetje zo dat hij verdedigt me. Oh, nee, want hier zit hij. Dat kan niet. Dus jij hebt niets? Zo kan hij wel. Ja. Maar die restjes kunnen we toch weer. Die halen we er zo af. Rollen tot een nieuwe. Ja, dat doen we ook. Zo hoort het ook, hè? Dat is er ook één. Ja. Ze worden steeds een stukje kleiner. Hier die kant op, dan ga je het net verder. Nee, gaat niet. Zo, hè? Nee, dan kun je die andere iets minder. Ja, zo. Wacht even, laat hem eens liggen. Ja, hij zit los. Deze? Misschien is het groot. Je hebt nog wel ruimte voor een kleintje. Geen nou, je hebt nog ruimte voor een kleintje. Punt van de ander. Haal je het er zo vanaf. Stukje er niet zo tussenuit, zeg maar. En dat bedoel ik, daar gaan ze stuk van. Moet dit even los maken. En als deze eraf haalt. En zo. Oh. Dat valt van mij, hebben ze hier af. Ja. En dan deze er ook af. Ja, maar die punt die is niet kapot. We maken hem even op de plaats. Dan mag je die weer doorkneden. Kijk, je moet voorkomen dat hier koek aan gaat zitten. Dan gaat hij weer de volgende keer de koek eraan zitten, snap je? Mm-hmm. We kunnen er meer op als ik dacht. Kom maar vergeten een belangrijk ding. Kijk maar, deze nog hier. We moeten raakjes in het midden doen. Van het sokje moet er doorheen. Oh, echt waar? Ja, hoe kun je anders een kerstboom op elkaar leggen? Ik dacht dat je ze gewoon op elkaar plakte. Nee, er zit er geen ruimte tussen. Nee, dat is waar. Maak ze maar niet te dun, Bianca, want het kan best wel iets steviger. Dit is een beetje goed, toch? Ja. En waar waren we? Dit moet er allemaal uit, toch? Ja. Deze sterren moeten er ook nog op. Ja, maar we hebben daar nog meer. Waar? Deeg bedoel ik. Ja, maar dat komt, het is natuurlijk niet voor die ster, hè, dat deeg alleen. Nee, dat is waar. Dus we moeten gewoon deeg gebruiken wat we nodig hebben. Moet dit een dik of een dunne zijn? Oh, eenzelfde dunne? Nee, eenzelfde dunne. Deze mag je ook even doen, omdat ze dan... kijk, dit stokje moet eraan. Ze moet op dit stokje. Ja, maar moet deze helemaal gevuld? Of ook een dunnetje? Nee, ook een. Die moet in het midden van de. Van de... Ja?
gezellig uit, ja. En hier moeten we straks een dik stukje van maken. Zo moet ik gewoon, dat het een dikke moet worden. En dat we, want we moeten een stukje daartussen hebben, tussen de kerstboom. Ik kan deze nog niet, heb jij niet? Het stokje, ik heb het niet breed, want het is voor de boom. Snap je? Dus hier moet ik nu... Dus daar moeten we straks, hoeveel dingen hebben we, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We moeten 7, 8 van die dingetjes hebben. Dus haal hem er eerst maar af. Heb ik met de spatel doen? Pas op, want nou is de vorm eruit. Als je het zo doet. Deze kan er nog in, deze kan er nog op. En dit probeer je niet met je handen pakken voor jou, want dan gaan de punten omhoog. De rest laten we even gewoon liggen. Dan maken we die dingetjes nog. Dan gaat deze, moet je nog laten zien. Ja, zeker. Yes, de lading gaat. Wacht even hoor, er moeten er nog twee bij. Oh, die kunnen er niet meer bij, dat loopt uit. Oh. Nou, dan moeten die wachten. Ja, hey man, je had theewater opgezet, toch? Oh ja, dat is wel een slim idee om jou thee te geven. Gaf Alice er net ook al een... Ik heb hier wel het zakje. Gaf Alice er net ook al een leeg kopje. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy af hoor. Ja, hij is leuk geworden, hè? Ja, vind ik wel.
Zal ik hem eens even laten zien? Vasthouden. Dit is hem geworden. Op een heel leuk bordje. En zo ziet hij er dan. Precies, Jan. Nou, dat is hem uiteindelijk geworden. Hij is echt heel gaaf. Nou, dit is een leuke workshop. Ik denk dat hij best lekker zal zijn. Ja, maar dat gaan we later proeven. Want we hebben dat al stiekem een stukje geproefd, een stukje meer gebakken. Maar het deeg is perfect van Ikea. Ja. Niks mis mee. Nee, dat is echt heel lekker. Het is heerlijk, het bakt goed, het wordt mooi bruin. Je ziet het. Ja. Mooi eindresultaat. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. En ik zie je in de volgende 12 days before Christmas. Doei doei! The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fear.